Sony Media. De gemiddelde verkoop van de literaire roman in Vlaanderen en Nederland is 44 exemplaren. En dan, daar zitten de bestsellers ook bij. Dat wil dus zeggen dat een heleboel schrijvers... Die verkopen min 5 boeken. Exemplaren verkopen van een boek. Ja. Dus van de boeken alleen is er praktisch niemand die er kan van leven. Als je Ilja Leonard Pfeiffer, oké, 500.000 boeken, daar kan je een paar jaar mee voort. Maar de meeste, zoals ik, je klust bij als columnist en als voorlezer op de podia enzovoort. Ja. Ja. Want je staat bekend om je ongelofelijke productie. Hè? Voor ons ligt ook weer een boek. Een pil! Dat is echt ongelofelijk. Ik bedoel, dit is dikker dan Piketty. Ja. Geschiedenis van de moderne literatuur. En je hebt er 80 geschreven, dus je produceert op jaarbasis toch al snel 2 van dit soort dingen. Al 40 jaar. 2, dat is het vaste ritme. Ja, ja. En heb je dan een voorjaars- en een najaarsboek? Ja. Zo deel je dat in. Maar is dat veel trouwens? 2 boeken? Ja, jij bent ongelooflijk veel. Jij bent een beetje schrijver. Je hebt 1 boek uitgebracht. Nee, maar zo met zoveel pagina's? Nee, dat is heel veel. Ja. 80 boeken is veel. Ja. Dat vind ik ook veel. Ja, zeker. Zeker. Nee, maar 2 per jaar. Is het te doen? Nee. Want ik kan me voorstellen dat je dan ook gewoon weinig... Nee, maar je edit dus weinig, of hoe noem je dat? Je knipt er weinig uit. Misschien je bent ook gewoon... Ja, nee, ik heb ook dunne boeken natuurlijk, hè. Mijn vraag was, is er nou nog een verschil tussen jouw voorjaars- en jouw najaarsboek? Qua stemming, inhoud, qua onderwerpkeuze? Voorjaar en najaar zijn de 2 periodes in de uitgeverswereld waarin er uitgegeven wordt. Je moet niet een boek in juli gaan uitgeven, want iedereen is met vakantie enzovoort. Ja. Dan ligt het allemaal wel stil. Dus najaar is loop van september tot november. Voorjaar loop van maart tot mei, zeg maar. Ja. En dan ga je boeken uitgeven. Ja. Ja. Maar inhoudelijk maakt het niet uit voor jou? Nee, het maakt totaal geen verschil of het september is of maart. Want wij zijn grote fans van jouw boeken. Alleen, ik heb wel het idee dat er niet enorm veel verschil in zit. Ik bedoel, het is allemaal genieten. Maar het is wel gewoon, het is gewoon weer Brusselmans. Kijk, die gewoon over gore cafés en beffen schrijft. Ja, vanaf mijn 3e boek zeiden ze, hij schrijft altijd hetzelfde boek. Ja. En nu bij mijn 85e zeggen ze het nog. Ja, dus dat zal wel kloppen. En mensen kopen het, dat is toch helemaal top. Natuurlijk heb je je eigen stijl. Kijk, er wordt wel eens gezegd door mensen die eigenlijk compleet onnozel zijn van... Ja, schrijf eens een boek zoals die of die, dan heb je een bestseller. Ja. Alsof het zo simpel is. Nee, dat gaat natuurlijk niet. Ja, kijk, ik kan vele boeken niet schrijven en vele schrijvers kunnen mijn boeken niet schrijven.